Dames en heren, goedenavond bij dit webinar over accountants en steekpenningen. Mijn naam is uh, Berry Wammes en ik heet u van harte welkom. Het is een onderwerp accountants en steekpenningen, steekpenningen met name wat heel hoog op de agenda staat. Niet alleen internationaal, maar ook in Nederland. Afgelopen jaar is Nederland door internationale organisaties op de vingers getikt en inmiddels houdt ook de politiek zich uh, fervent bezig met dit onderwerp. Het is een onderwerp wat ook de beroepsgroep in hoge mate raakt en dat merken wij ook, want het staat hoog op de agenda, maar het is ook bij u heel erg uh, in de belangstelling. U bent op dit moment met 200 mensen uh, en uh, het is al eerder, een seminar is hier al eerder geweest uh, over hetzelfde onderwerp en daar waren ook meer belangstellenden dan de zaal kon herbergen. We hebben vanavond een, een, een deskundige spreker, Marcel Vijver. Marcel is, een, is hoogleraar forensische accountants aan de Universiteit van Nijrode. En op dit onderwerp buitengewoon onderlegd. Marcel, misschien kun je even uitleggen waarom dit specifiek voor accountants op dit moment zo'n belangrijk onderwerp is. Ja, we hebben de afgelopen jaren een aantal uh, schandalen gezien die uitgebreide aandacht hebben getrokken. Daar wil je als bedrijf niet mee geassocieerd worden en als accountant ook niet. En het is daarom goed dat je als accountant weet wat zijn de juridische do's en don'ts als het gaat om steekpenningen. En daar hoop ik jullie vandaag iets over te vertellen. Okay. Eén punt even wat ik u ga melden. U kunt tijdens het webinar vragen stellen. Alle vragen worden beantwoord, alleen niet allemaal tijdens het webinar zelf. Dus we zullen een aantal vragen verzamelen om die ter plekke aan Marcel te stellen. En na het seminar gaan we door met het beantwoorden van uw vragen. En u kunt daarna ook nog terecht bij de helpdesk van de NBA. Ik wens u heel veel plezier uh, op deze avond. Marcel. Dankjewel, Berry. Ja, ik heb voor jullie een agenda gemaakt. Normaal ben ik gewend te spreken voor een zaal vol mensen en dan zie je wat het doet. Dat is vandaag wat lastiger. Vandaar dat ik wat strakker bij de sheet zal blijven. Maar wat ik jullie vandaag ga vertellen is een stukje kaartkennis over corruptie. Wat is het nu eigenlijk? Wat weten we ervan? En met name, wat weten we er vanuit de accountancy van? Tweede belangrijk punt is, wat moeten we er als accountants mee? Wat is de regels waar we ons aan te houden? En eh, hoe kunnen we daarmee te maken krijgen? Het derde blokje is het strafrechtelijk kader. Bij corruptie denken we meteen aan fraude. Bij fraude denken we aan het wetboek van strafrecht. En dat wetboek in Nederland kent een groot aantal bepalingen over eh, corruptie, maar ook een aantal andere delicten die je in corruptieonderzoeken nogal eens naar voren ziet komen. Ook daar zal ik kort iets over zeggen. We blijven accountants, betekent dat we met meldplichten te maken hebben. Twee belangrijkste die we kennen zijn de meldplicht voor fraude en de meldplicht voor witwassen. Maar ik zal nog iets omheen vertellen. En dat moet u zeker weten: wordt u er in de praktijk mee geconfronteerd, dan zult u toch uh, iets met de feiten die u heeft bevonden moeten doen. En daar zijn die meldplichten voor bedoeld. Het is niet alleen een Nederlandse aangelegenheid. Uh, Berry gaf het in de introductie al aan. Internationaal hebben we een tik op de vingers gekregen. Corruptiebestrijding wordt internationaal aangepakt door de OESO. En de OESO die heeft gezegd dat wij het in Nederland niet helemaal goed doen. Niet goed genoeg in ieder geval. En er wordt er altijd gekeken ook naar landen waar strenger zijn. En dat zijn met name de Verenigde Staten van Amerika en Engeland. En daar zal ik een kort uitstapje naar maken. Nou, we hebben maar een uurtje de tijd. Dat is uh, zo voorbij, denk ik. Stel vooral uw vragen. En als gezegd. Als als ze niet allemaal beantwoord kunnen worden, dan uh, komt dat uh, na afloop nog wel. Maar in ieder geval wil ik ook een aantal conclusies uh, geven waar de essentie van het verhaal van uh, vandaag in staat. En als we echt tijd over hebben, dan zullen we de vraag dilemma's. Als u ze niet heeft, dan weten wij nog wel een paar te verzinnen. Uh, zullen we dat uh, noemen. Goed, laten we snel uh, beginnen met die uh, kaartkennis. Waar gaat het nu eigenlijk om? En ik zeg maar op voorhand, ik plaag hier een klein beetje de accountantskantoren. Want de essentie van de komende sheets. Overigens kunt u op de site na afloop de presentatie vinden. Die is wat uitgebreider dan ik vandaag zal behandelen. Daar zit nog meer kaartkennis in en nog wat extra sheets. Maar uh, de essentie daarvan is dat de accountskantoren eigenlijk heel erg veel weten van dat fenomeen: fraude, economische criminaliteit en corruptie in het bijzonder. En uh, het plaagstootje is dat mijn verhaal is. Ja, als je dat als accountantskantoor zo goed weet in het kader van de dienstverlening van bijvoorbeeld internationaal opererende ondernemingen, die moeten voldoen aan de Amerikaanse en de Engelse regelgeving, of als je het zo goed weet, omdat je forensische dienstverlening aanbiedt en bijzondere onderzoeken kan doen om je cliënten te helpen, dan moet je toch ook binnen de controletak laten zien dat je de kennis die je hebt van corruptie ook gebruikt. En vandaar dat ik Even gewoon op de websites heb gekeken van alle grote kantoren, maar ook de next nine. Wat weten die nou eigenlijk van corruptie en wat zeggen ze erover op die site? Nou, een van de onderzoeken die ik tegenkwam, die was uh, van zeer recent van uh, PricewaterhouseCoopers, begin 2014, uitgebreid onderzoek gedaan binnen het bedrijfsleven. Wat weten we van corruptie en gaat het toenemen, gaat het afnemen? In welke regio, in welke branches speelt het zich af? En eigenlijk, dat onderzoek van PrijswaterhouseCoopers laat heel na, feilloos zien dat het een veel voorkomend fenomeen is. Uh, het bedrijfsleven, het grote bedrijfsleven, maar zeker ook het midden- en kleinbedrijf, wordt er zeer vaak mee geconfronteerd. U moet dan denken aan tientallen procenten van ondernemingen die daarmee geconfronteerd worden. En waar PWC nadrukkelijk ook op wijst, is dat de schade die kan ontstaan door corruptie, dat die heel erg groot is. Economische schade voor de burgers, uh, voor collega-bedrijven die opdrachten. Uh, eigenlijk uh, weg zien lopen omdat uh, concurrenten die het niet netjes spelen de opdrachten binnenhalen. Maar zeker ook voor ons als belastingbetaler, uh, door corruptie moet er ook een groot uh, vervolgings- en handhavingsapparaat worden neergezet. En dat kost allemaal geld en uiteindelijk draaien we daar als belastingbetaler voor op. Maar vergeet ook niet wat het kan doen met de boetes voor het bedrijfsleven. Die boetes kunnen enorm oplopen. Ik kom daar straks nog even op, uh, op terug. Uh, maar wat misschien nog wel erger is, dat je uitgesloten kan worden in bepaalde landen om daar zaken te doen. En dat is een enorme impact: enorm impact voor de bedrijven, uw klanten of potentiële klanten die daarmee geconfronteerd worden. En niet in de laatste plaats is er schade door publiciteit. Als het om corruptie gaat, is dat meestal negatieve publiciteit. We hebben een aantal recente voorbeelden gezien. En dat betekent ook dat dat schade veroorzaakt. En u wilt als accountant niet in de krant staan als de accountant die niet heeft opgelet en niet heeft gezien. Vandaar dat het zeer belangrijk is om er aandacht aan te besteden. En dat doen alle grote en ook de laag kantoren erachter. Al die kantoren die doen dat in dit soort studies, als waar ik nu de focus op richt. Nou, ik heb er twee kleine punten uitgehaald. Het eerste is een staartje waarin je kunt zien waar corruptie nou het meeste voorkomt. Nou, het zal u niet verbazen. Oost-Europa springt eruit, het Midden-Oosten springt eruit, Afrika, Azië ook. En waar doen we het relatief goed? In Noord-Amerika, Canada. En in uh, West-Europa. Daar vallen de cijfers relatief gezien mee. Ik wil ook niet zeggen dat we in Nederland bijvoorbeeld geen corruptie kennen. U kent uh, de zaken vast wel in de politiek. Hooimeij is recent in de provincie Noord-Holland, die ongekocht zou zijn door het bedrijfsleven. En in Roermond hebben we met de politicus van Rij te maken, waar het ook speelt. En er zijn nog wel meer voorbeelden te noemen, maar dat laat ik even lopen. Corruptie is vooral, dat is een van de essenties van die studies, een probleem in het buitenland. Dus een van de red flags die u tegen kunt komen in de praktijk. Ik heb een cliënt die veel zaken doet met het buitenland, bijvoorbeeld met Oost-Europa. Betekent dat dan dat elke transactie met Oost-Europa met corruptie te maken heeft? Nee, dat betekent het niet, maar het is wel een verhoogd risico. En verhoogde risico's zullen we zo meteen zien. Daar moet u extra alert op zijn en aandacht aan besteden. Vandaar dat ik even dit staartje laat zien. We hebben gewoon feitelijke kennis. Waar komt het nou voor? Het tweede staartje wat ik laat zien is dat we ook iets weten over de sectoren waarin het vooral in naar voren komt. En als u helemaal kijkt naar het rode vlak aan de rechterkant van het scherm. Dan ziet u daar dat we in de bouwsector terechtkomen, dat we in de offshore terechtkomen, dat we uh, met overheden te maken uh, krijgen, farmaceutische industrie. Nou, dat zijn allemaal sectoren waar redelijk veel corruptie voorkomt. In sommige sectoren loopt dat op tot 50 procent. En dat zien we ook terug in die schandalen die we de afgelopen jaren hebben gezien. Die spelen zich voornamelijk ook af in de sectoren die aan de rechterkant van het schema staan. Goede nieuws in dit verhaal. Professionele dienstverlening, waar wij als accountants dus ook toe behoren, zit helemaal aan de goede kant. Daar is corruptie niet of nauwelijks aan de orde. Waarom dus deze studies en waarom haal ik dat er nu uit? Nou, om u te laten zien: accountskantoren die hebben de kennis. Ze weten waar de corruptierisico's zitten, ze weten in welke landen zich dat afspeelt, in welke sectoren. En als je dat weet, kun je er ook alert op zijn als je je uh, controle vorm gaat geven en gaat opzetten. Uh, kantoren laten dat niet alleen zien met dit soort studies voortreffelijke bijzondere onderzoeken van de forensie dienstverlening, eh, advisering, eh, bedrijven die in Engeland actief zijn, de kantoren die bieden graag aan om te helpen een compliance-programma neer te zetten om corruptie in die landen te voorkomen. Maar als je dat doet en daarmee je als het ware een koopman toont die de markt opgaat om te laten zien wat kunnen wij met die anti-corruptie uh, uh, dienstverlening, dan is de vraag moet ik ook niet een beetje dominee zijn als ik aan de accountscontrole bezig ben en controleopdrachten. En daar gaat het natuurlijk een beetje pijn doen, want klanten die bewust bezig zijn met corruptieve handelingen die er geen moeite mee hebben steekpenningen uit te betalen of puur uit economische nood, omdat ze anders in bepaalde landen geen zaken kunnen doen en daarom uh, zich uh, uh, begeven op het pad van steekpenningen en corruptie. Ja, die zitten niet altijd te wachten op een accountant die lastig is en ze de maat neemt en zegt, dat mag je niet doen. Het levert dus ook discussie op. Nou, dat betekent dat we als accountants goed moeten weten wat zijn de regels waar we aan we ons te houden hebben. En ja, bij ons vak hoort nou eenmaal dat we ook een beetje dominee moeten zijn als anderen op een oneerlijke manier koopman zijn. Nou, daar gaat het vandaag uh, over en de kaartkennis laat zien dat we het als accountants in principe best weten waar de pijn zit.